1858 trakteert Leonard de Beer Portugal ons op een reisje aan boord van het visserschip De Weere Dien. We varen in de monding van de Oosterschelde als de netten worden opgehaald. Dat is Kees van Belzen. In Arnhem-Muiden heet hij Keesje Mijnaard. Hij is een van de vissers op dit schip. Hij staat hier aan stuurboord. Aan de andere kant, aan bakboord, wordt ook een net binnengehaald. Het zijn garnalenvissers. Ze hebben de netten een eind over de zeebodem gesleept met de bedoeling zoveel mogelijk garnalen in hun zakvormige net te krijgen. Maar ook een heleboel andere vissoorten hebben zich laten verschalken. Dat zien we hier. Keesje Mijnaard en zijn collega zijn best bereid om even te poseren met deze zogenaamde bijvangst. Het zijn platvissen die op de bodem van de zee leven, zoals bot, schol, tong en schar. Bij het sorteren van de vangst doen ze deze vissen in verschillende manden. Voor het kleinere spul hebben ze een schutzifte. Hierin scheiden ze de garnalen van de andere dieren, zoals krabben, zeesterren en andere kleine visjes. Het is hun ten slotte te doen om die garnalen, de hornet. Wat ze echt niet kunnen gebruiken, zoals ondermaatse vis, wordt weer overboord gezet. Vaak een smakelijke daghap voor de meetrekkende vogels. Onderweg komen ze collega's tegen. Daar is de arm 16. Die heet de Drie Gebroeders. Een botter die is van Lieve van Belzen. In Arnhem-Muiden heet hij Lieve Nee. En daar de Veren 24. Excelsior genaamd. Die is voor Frans Minnebo. De stuurman bij ons aan boord is Jan Minnebo, de eigenaar van de Veren 10. Er zijn nogal wat minnebootjes en ter onderscheiding wordt hij Jan Prum genoemd. In zijn stuurhut een voor die tijd modern echoloot. Handig om de diepte van de bodem te bepalen. De garnalen waarop zij vissen zijn bodemdieren die in warmere maanden direct onder de kust leven. April en mei en de herfstmaanden zijn de piektijden voor deze vangst. Ze vissen op die diertjes met een fijnmazig net. De ronde klossen rollen bij het vissen over de bodem om te voorkomen dat het net in het zand of slip wordt getrokken. Het is hard werk aan boord. Steeds opnieuw het net laten zakken, slepen, de netten binnenhalen, sorteren van de vangst en het koken van de garnalen. Dat gebeurt ook aan boord. Rechts zien we de rook uit de ketel van de kokende garnalen komen. Op naar de thuishaven, de vissershaven van Veren. Op de kade zijn er altijd wel mensen ter begroeting aanwezig. Daar aan het begin van de haven meren de boten af om vlak bij de vismijn de buit aan land te brengen. Ze worden ook opgewacht door allerlei mensen die benieuwd zijn naar het verloop van de tocht en naar wat ze zoal gevangen hebben. In Lichtenbroek en Jek Hein van Linden, die is hier dagelijks te vinden en die weet ook veel. Net zoals deze lieden die lekker in het zonnetje tegen de muur van de vismijn zitten. Zo aan het begin van de middag komen ze allemaal naar huis. In de haven een aanhoudend geronk van de scheepsmotoren en in de lucht een aroma van vis. De arm 17 van Piet van Belzen met zijn zoon Jos van Riene en Rinus van Krien. Deze boot zullen ze later naar Zoutelanden verschouwen en daar zal die namaken als de Botterbar. 1958, nog geen dammen, opkomend water. Met aanzienlijke kracht komt het water vanaf de linksgelegen Noordzee het Veerse gat ingestroomd. De boten moeten flink bijsturen en tegengas geven om de haven binnen te kunnen lopen. De arm 13 van Johannes van Belzen, oftewel Johannes Spreeuwen. Met hoed Sander Minnebo. De arm 27, een hooghaars. De
laatste ijzeren hooghuis die in Arnhemuiden is gebouwd. De arm 2 is een hengst, die is van Piet Meulmeester. Als de schepen hun vangst op de kade hebben gelost, zoeken ze verderop in de haven een ligplaats voor de nacht. Dat moet ordelijk verlopen, want er zullen nog heel wat van die scheepjes binnenlopen. Verderop in de haven zoekt de veren 10 van Jan Prum een plekje. De vangst is gelost, maar niet alles. Dit is horsmakreel, bewaard voor een Molukse kennis. Daar komt hij aan wal. Thuis zal hij de vis drogen en later verwerken in een recept uit zijn vaderland. Intussen een flinke drukte in de havenmonding. De arm 20, de botten van Blaas, Klaas, Lieven en Kees Marijs. Daarachter de arm 9, vandaan van Belzen, dikke Daan. Voorop Jo Teunen op de arm 8. Hoe meer schepen er binnenlopen, hoe groter de bedrijvigheid. Deze manden, zogenaamde regeringsmanden met gekookte garnalen, worden niet zomaar op een rijtje gezet. Dat doen ze met het oog op het wegdragen. In verband lopen, heet dat. Daar gaan ze de vis mee in. Alles met instemming van de mannen die het weten kunnen. De rijke buit. Veel van de hier aangevoerde garnalen zijn grotendeels bestemd voor de export. Manden vol afval en ander spul dat niet naar de veiling gaat, maar wel naar de puffabriek waar de vismeel van gemaakt wordt, dat verwerkt zal worden in onder andere dierenvoeding. Grote krabben worden soms apart gehouden. Daar hebben ze in Veren ook wel liefhebbers voor. Bestemd voor de puffabriek. Voor sommigen zit er vaak nog iets bij voor de thuisconsumptie. Die vissershaven van Veren. Je raakt er niet uitgekeken. De bemanning van de arm 8. Beide met kalot, de tweeling, Robber en Jaap van Belzen. De schepen blijven binnenlopen. De Tolen 6, die is van Job Bout uit Tolen. Vanuit rieten manden laden ze de vis over in ijzeren manden. Daarin kunnen ze de vis beter schoonspuiten. Bijna iedere dag op de kade te vinden. Uwe Kastel. Een van de laatste vangsten die dag naar de vis meegebracht zal worden. En dan een plekje zien te vinden om de boot af te meren. Dat betekent niet dat de vissers naar huis kunnen. Ieder schip wordt na het lossen grondig schoongemaakt. Kapotte netten worden gerepareerd. Lievetje Marijs, bezig met het zogenaamde nettenboeten. De vissers die niet in Veren wonen, en dat zijn de meeste, zullen op hun schip overnachten. Want al heel vroeg zullen ze de volgende morgen opnieuw uitvaren. Bijna allemaal zijn ze 5 dagen in de week van huis. Dan is het niet verwonderlijk dat de vissers wel eens familie op bezoek krijgen. Voorop Marie Verkamman van Belzen met haar moeder Mina van Belzen Blazen. De vrouw van Robber van Belzen van de arm 12. In de fietstas wellicht iets lekkers voor bij de avondboterham. Daarna wordt het stil in de haven. De vissers gaan vroeg de kooi in. Voordat de haan krijt, zijn ze weer al paraat. Opnieuw op jacht. Op jacht op verse hoornet. Thank you.